Ik had altijd wel iets met het buitenland. Ik wilde heel graag in het buitenland wonen. Ik wilde reizen, ik wilde al die dingen doen. En ik ben toen voor mijn studie stage gaan lopen in Spanje, in Barcelona. Daar heb ik een jaar gewoond toen. En ik was heel erg bezig met vrouwen en dating. Ja. Zoals je bent op die leeftijd. En ik volgde een newsletter van een Amerikaan die tips gaf voor jonge mannen over vrouwen en dating. En ik was helemaal verslaafd aan die newsletter. Waarom? Omdat die heel erg bij de hand met heel veel humor heel leuk waren geschreven. Dus elke keer als die newsletter binnenkwam, niet alleen leerde ik er iets van. Het was leuk, het was entertaining. Tot op een dag er een e-mail van diezelfde man binnenkwam waarbij hij zei: hey, by the way, je volgt mijn newsletter nu al een tijdje. Wil je weten hoe ik dit simpele concept van het schrijven van die e-mails heb omgebouwd tot een miljoenenbedrijf? Klik dan even op deze link, dan laat ik je dat zien. En dat was het, meer niet. Dus ik klikte daarop en ik kwam er toen achter hoe hij een informatiebedrijf had opgebouwd. Daarmee dat hij een paar simpele digitale producten aangegrepen als businessmodel. En hij legde uit hoe dat werkte en hij gaf daar wat voorbeelden van. Nou, en ik was echt hooked, want toen kwam dat moment bij mij van, oh wacht even, dit kan. Oh wacht even, dit bestaat echt. Dat aha-moment van, deze mogelijkheden zijn er, dat was toen. En toen ging er een wereld voor me open van, oh wacht even, dus deze lifestyle, dit in het buitenland zitten, dit reizen, dit ding, dit kan op de lange termijn echt. Het is niet alleen maar nu gedurende mijn studietijd, er komt een vervolg hierop. Ja, ik was verslaafd, meteen. Ja.